Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag zondag en het is vandaag zulk mooi weer. Echt niet normaal. Het is volgens mij 14 graden buiten. En er schijnt echt volop zon. Dus ik ben echt heel erg blij. Tirana is vrij. Ik ben vrij. Dus we gaan lekker genieten van onze dag. Maar eerst gaan we een Whisper Challenge opnemen. En daarvoor heb ik dus kaartjes opgeschreven. Oeh, nee. Alles valt op de grond. En alles gaat fout, alles gaat fout. Ik vind allemaal dingetjes te filmen hier stiekem. Nee, Tirana is ook bezig met zijn dingetjes. Ik had bijna eentje gezien, maar ik hou er niet van om vals te spelen. Ik ben een eerlijke winnaar, dus ja, ik wil gewoon eerlijk winnen. Dus dat gaan we eerst doen. En daarna gaan we door naar Amsterdam lekker lunchen. Want het is 1:30. We hebben wel ontbeten, maar nog niet geluncht. Dus dat gaan we daarna doen. En deze challenge duurt volgens mij niet zo heel lang. Dus ik heb me trouwens opgemaakt. Dat is de reden waarom ik al opgemaakt en wel ben. Zodat ik dat allemaal niet hoef te doen daarna. Dus dat. Ik zie jullie zo. Nou, we zijn nu op de bestemming. Ik loop achteruit, want de zon schijnt anders niet goed op mij. Dus ik loop achteruit en hij loopt vooruit. Wow, ik ben echt niet vaak in Amsterdam-Zuid, maar Amsterdam-Zuid is echt super mooi. Oh my god, als je dit huis ziet. Het is gewoon klaar. Dit allemaal is gewoon één huis hier. Niet normaal. Ik ga maar gewoon vooruit lopen hoor. Zie je het verschil? Bam. En bam. Maar ja, even kijken waar het is. Nou, we zitten weer in de villa. Scheiße. Nou mensen, we zitten in een file en dat is helemaal niet oké. Maar dat maakt niet uit, de zon schijnt. We got our glasses on. Pretty as fuck. It's a little dirty how the whole thing started. I don't even really know what you intended. Thought that you were cute and you can make me jealous. Poured it down, so I poured it down. Next thing that I know, I'm in a hotel with you. You were talking deep like it was mad love to you. You wanted my heart, but I just liked your tattoos. Poured it down, so I poured it down. And now I don't understand it. You don't mess with love, you mess with the truth. And I know I shouldn't say it, but my heart don't understand. Nou, we hebben het echt heel erg lekker gegeten bij de Corner Bakery. Vond je het ook lekker? Yummy tummy. Yummy tummy. In ieder geval. We hebben gegeten. Wat dan? 3 pancakes, 3 American pancakes. With fruit. Met appel, banaan. Nee, geen banaan. Appel, peer, mandarijn. Appelpeer, mandarijn, druiven. Gemengd fruit. Cranberry was erbij. That's it. En die stroop was ook echt stroop, lekker. Stroop. Je had echt standaard stroop uit Canada. En zo'n beetje slagroomachtig iets toch? Slagroom? Ja, slagroom, ja. Oh, dat was slagroom.
In ieder geval, ja, het was echt heel milkshake. Lekker. Oh ja, die milkshake was lekker. Nee, mijne was lekker, nee. Nee. Ja, proef het gewoon een poep of zo. Jee, mag je niet zeggen over eten. Maar goed, in ieder geval, we zijn nu bij de Prinsengracht. Gaan we ook een mooie foto schieten. Tirana vond die foto van mij echt zo mooi. Hij zei, oh, ik wil ook die foto die jij laatst had. Niet hoor. I don't need no background to make the picture pretty. Er is file daar. Er is opeens file daar. File. Hij kan niet draaien, maar hij kan niet draaien. Oh, ze moeten naar achter. Ze trappen er vanuit. Ze trappen dood naar achter, deze boys. Wel gezellig. Maar goed. Nu gaat Tirana foto's maken. Nou, we lopen nu weer terug naar de auto. Het was echt super gezellig. We hebben gelopen. En het begint alweer wat frisser te worden, maar het is nog steeds echt warm. En ik had jullie niet eens laten zien wat ik vandaag aan had. Dus wanneer we straks bij de auto staan. Hier wel filmen. Nee, hoeft niet. Hoeft niet. De auto is donker. Nee, gewoon bij de auto, maar maakt niet uit. Ik kan Cyrano eventjes. Mijn outfit filmen als hij dat wil. Gemeen. Om in het raam van de winkel of zo, joh. Wat heb je vandaag aan, meid? Ik heb Isabel Marantschoenen aan. Broek van de Zara met allemaal gaten. Trui van de Primark. Ray-Ban bril. Jas van de... Zara. Van de Mango. Tas van de... Zara. En ja, wat was het? Mooi, meid. Oh nee, wacht. Dat was nog helemaal niet. Oh, de Roli. De Roli, nee, grapje. De Guess. En de verlovingsring. Nou, dan. Mooie. En de Cyrano wil ook. Hij wil zijn outfit laten zien. Ga je geen capsones hebben? Mensen mogen je niet, hè? Daarom juist. Wat heb je aan voor schoenen? Ik heb witte ETQ schoenen. High top. Ik heb een broek van de... Heet die winkel? Heb je al gekregen? Naast de dinges. Niet, in de stad. De Sting. De Sting. Nee, is niet van de Sting. Van de Sting. Oh, wat heb je ook een mooi shirtje af? Wie heb je die gekregen? Ik heb een trui van Kimberly gekregen. Een oranje van de H&M. Oh, wat een mooie jas heb je aan. Van wie heb je die gekregen? Ik heb eigenlijk een hele auto van Kimberly bijna. Oh, wat mooi. Wat een mooie jas heb je aan. Van Kimberly. Wie heb je die gehad? Ook van mij. Oh, mooi. Eigenlijk ben gewoon voor mooi horloge. Van wie heb je die gekregen? Die niet van jou. Wat een mooie boxershirt heb je aan. Oh, wat zit eronder? Ik heb mijn lippen wat laten vallen, dat is echt een probleem. Ja. Gewoon weer dreigen, klein kindje. Wat ga je doen dan? Wat ga je dan doen? Cyrano. Pussy. Ja, ik ga nu lekker eten maken. Dit zit gelukkig op het vuur. We gaan biologische volkoren pennen proberen. Ik heb een stuk zalm. En uit de koelkast moet ik halen. Alles is achterin trouwens. Waar? Die pesto en zo. Oh. Moet je ogen duiken. Cyrano, niet interessant. Daarbij gaan we doen mozzarella. En pesto. Salmon pasta. Ja, lekker. Gaan we lekker eten. En ik ga jullie even laten zien wat ik heb gekocht in Amsterdam. Want er gaat natuurlijk geen dag voorbij dat Kimberly niet de stad in kan gaan zonder wat te kopen. Dat zal echt wat zijn. Dat als die dag bestaat. Goh. Maar ja, ik snap sowieso niet waarom er mensen zijn die naar de stad gaan zonder iets te kopen. Dat is toch raar? Nee, ik heb wel wat. Dan ga je gewoon stelen. Als je geen geld hebt, dan moet je niet naar de stad gaan. Dan ga je stelen. Wandelen, windows shoppen. Nee, dat doe je niet. Dat vind ik gewoon echt, dat is gewoon een straf. Alsof je een klein kind bent. Een hapje eten. Die in een snoepwinkel gaat lopen, maar je weet dat je geen moer krijgt. Een hapje eten. Oké, nou ja, in ieder geval, ik ga eventjes weer mijn camera neerzetten. Mooi meid, standaard gebruiken nu. Op dit geweldige ding. En dan kan ik jullie laten zien wat ik heb gehaald. Het is niet zoveel, maar ja, jullie weten van mij dat ik veel praat. Dus moet ik dat ding even neerzetten. Zo. Ah, shit. Oké, ik zie. Ik had even wat ik gehaald heb. Ik had dus een nachtcreme gehaald. Dat is
deze nachtcreme. Zo'n nachtcreme. Deze heet dus Cosmetic Lead Moisturizer. Oeh, mijn water. Mijn water kook over. Mijn garo, wacht even. Mijn water staat aan het overkoken. Maar ja, dat is dus deze. En oh, dit is gemaakt door Roki. Grappig. Heel grappig. Dit is door deze man gemaakt. Shout out naar hem. Roki. En allemaal natuurlijke producten. Dus ja. Even kijken. Deze nachtcreme was €19,95. Best wel een klein potje. Maar ja, je hoeft niet veel te gebruiken. Is toch alleen voor in de avond. En ik heb dit gezichtsmasker gehaald. En body mask. Zie ik nu. Dit masker heet Mask of Magna Minty. En deze is dus echt groen. En je kon twee kiezen. Je had zeg maar de traditionele. Ga je dit zien? Ja. Je had zeg maar de traditionele. Die bevatte minder honing. En die was wat. Had minder olie of zo. Minder honing, dus minder vloeibaar. En deze heeft dus meer honing. En deze rook ook wat lekkerder dan die andere. Dus ja, vandaar ik voor deze gekozen heb. En deze was €16,45. Dat is de grote pot. Je had nog ook een kleinere pot. En die was volgens mij €8,45. En die had 150 gram. En deze heeft 315 gram. Dus dat. Vervolgens ben ik ook bij Holland & Barrette gegaan. En heb ik deze thee gehaald. Ik weet niet of jullie deze kennen. Maar deze thee. Dit is dus Booty. En deze thee is echt top. Deze thee heb ik in het verleden gebruikt. En het had me echt geholpen om sneller gewicht te verliezen bij mijn buik. Deze is echt bedoeld voor je buik. Of zo. Deze doet het hem echt. En het was tweede voor de helft van de prijs. En één zo'n theedoos kost €28. Dus heb ik voor €42 betaald. Heel erg duur. Maar ik zeg jullie, dit ding is echt top. Dit helpt serieus met het gewichtverlies. Het geeft je veel meer energie. En je merkt echt het verschil. Bij mij heeft het geholpen een jaar geleden. Dus ik hoop dit jaar ook. En toevallig had ik het vorig jaar ook rond deze tijd gebruikt. Ietsjes voor de zomer. Dus ik hoop dat het me dit jaar weer gaat helpen. Dus dat is wat ik gekocht heb in Amsterdam. En nu ga ik even naar het eten kijken, want ik ben te veel bezig met jullie. Terwijl ik nu ook even moet gaan kauwen. Dus dat. Nou, het eten is klaar. Lekker veel mozzarella. Ik heb ook nog, hoe heet dit ook alweer, broccoli erbij gedaan, zodat het wel wat groente heeft. Maar het ziet er echt lekker uit. Ik ben benieuwd. Nou, ik ga nu mijn make-up weghalen. Mijn wimpers. Gewoon. Zo al die. Nou, dat waren dus die losse, enkele. Individuele bedoel ik. Dan ben ik weer koos wimperloos. Serana is net gaan liggen, dus ik dacht, weet je. Morgen ben ik weer vrij, dus. Hoef ik niet vroeg naar bed. Maar ja. Ik ga gewoon in bed liggen met oordopjes. En ga ik gewoon vlogs kijken of zo. Want ik zag weer dat een paar YouTubers vlogs online hadden gegooid. Dus ga ik checken. Zo. Gezicht even wassen. Dan ga ik mijn nieuwe nachtcreme opdoen. Het is eigenlijk niet echt een nachtcreme, maar het is gewoon een crème. Maar het is bedoeld voor een. Je kan het goed gebruiken voor de nacht. Omdat het echt heel erg goed hydrateert. En ik ben benieuwd. Ik ga een beetje een dik laagje laten op mijn huid. Zodat het goed kan intrekken.
heeft gelukkig geen vervelende geur. Het ruikt niet echt naar iets eigenlijk. Ja. Maar goed mensen, bij deze ga ik de vlog afsluiten. Vond je het een leuke video? Vergeet geen blauwe duimpjes omhoog achter te laten. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Zie ik jullie volgende keer weer. Doei doeg!